Bij het bestrijden van kanker in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis neemt de bestraling een belangrijke plaats in. Zowel patiënten als personeel volgen dezelfde weg. In de ontvangsthal direct rechts. De meeste behandelingen vinden plaats aan het begin of einde van de lange gang. Zie je je toekomstige collega bij een simulator. De laborant is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die aan de uiteindelijke bestraling voorafgaan. Voordat de patiënt behandeld kan worden, moet eerst de nauwkeurige positie van de te bestralen plaats worden aangegeven. En dat gebeurt in de zogenaamde simulator. Een radiotherapeutisch laborant stelt samen met de arts een zogenaamd bestralingsplan op. In dit plan komen vragen aan de orde over de aard van de tumor en het stadium waarin deze zich bevindt. Verder de hoeveelheid straling, de stralingsduur, de intervallen en uiteindelijk welke energie en soort straling nodig zijn voor de vernietiging van de tumor. Een radiotherapeutisch laborant werkt bij het NKI-AWL met uiterst geavanceerde apparatuur. Een gedeelte van die apparatuur staat in de controleruimte. Elke patiënt die voor de eerste keer voor de echte bestraling komt, krijgt een voorlichtingsgesprek. Doorgaans duurt die voorbereiding 4 tot 5 dagen. De bestralingsperiode zelf kan variëren van enkele dagen tot meerdere weken. Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Er zijn diverse soorten straling, maar bij radiotherapie wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door deze ioniserende straling sterven kankercellen af. Gezonde weefsels daarentegen kunnen zich na een behandeling met straling deels herstellen. En dit is de modernste bestralingsapparatuur in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Deze lineaire versneller kost 2 miljoen euro. En elke versneller kan jaarlijks tussen de 600 en 700 patiënten behandelen. Met de versnellers van de nieuwste generatie kunnen nu ook bewegende tumoren worden behandeld, zoals long- en blaastumoren, met minder schade voor de gezonde weefsels. Maar niet alleen de techniek is belangrijk bij het werken als radiotherapeutisch laborant. Ook wordt een beroep gedaan op je sociale vaardigheden. Een laborant vertelt patiënten en hun begeleiders over wat er gaat gebeuren en stelt ze daarbij op hun gemak. In alle rust vergezelt de laborant de patiënten tijdens het bestralingsproces. Er is daarbij voortdurend overleg met de radiotherapeut over het behandelplan en natuurlijk met eigen collega's. Er wordt van de laborant een actieve communicatieve rol verwacht en een sterke wil om mensen met kanker te helpen. Dit gegeven stelt wel hoge eisen aan motivatie en inzet. In het hele proces speelt de radiotherapeutisch laborant een belangrijke rol. De patiënt komt er dan ook bijna altijd gerustgestelder uit dan hij erin ging. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een ziekenhuis dat zich uitsluitend richt op patiënten met kanker. Er staan hier zo'n 180 bedden met ruim 42.000 verpleegdagen per jaar. De gemiddelde verpleegduur per patiënt is 7 dagen. In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis werken 200 oncologieverpleegkundigen. Ze hebben allemaal een opleiding op niveau 4 of 5 of een HBO, V of A diploma. Maar om hier te kunnen werken moet je een vervolgopleiding oncologie hebben gevolgd.
Dat betekent dat iedere verpleegkundige er specifiek voor heeft gekozen om met kankerpatiënten te werken. Ja, lukt het om zo te liggen? Ja, kapot. In het komend kwartier zien we 11 van hen. Onder andere over hun vak, de patiënten, de humor, het verschil met andere ziekenhuizen en waarom ze ooit hebben gekozen voor het beroep van verpleegkundige. Ik heb geen idee, moet je eerlijk zeggen, want toen ik de opleiding... Ik heb altijd gezegd dat ik de verpleging in wilde. En waarom? Niemand van mijn familie doet het. Niemand, ik ken ook niemand. Maar ik vind het heerlijk. Mijn zus werkt als verpleegkundige en nou, daar werd ik eigenlijk wel enthousiast van. En toen dacht ik, nou, ik ga me inschrijven voor verpleegkundige opleiding. Een beetje geëikt eigenlijk, dat wilde ik heel graag. Van jongs af aan. Er zaten een aantal verpleegkundigen in de familie waar ik verhalen van hoorde, dat wilde ik ook. Dat wilde ik eigenlijk al vanaf lagere school en het is nooit anders geweest. Nou ja, op een gegeven moment maak je een schoolkeuze en ik dacht toen van nou, ik wil wel studeren. Dat waren allemaal criteria. Ik wilde studeren, ik wilde de stad uit. Dus nou ja, toen ging ik studeren en ik ging de HBOV doen. En... Ja, ik zeg altijd tegen iedereen, het is een roeping. En het klinkt een beetje raar, maar ja, ik heb er niet echt voor gekozen. Ik was een jaartje of 16, 17 en van het een rol je in het ander. Ja, toen was ik 24, toen dacht ik, als ik nou nog iets met mensen wil en iets ook bewust en iets serieus wil doen, dan moet het wel, waarschijnlijk wel die kant worden. Dag Ben. Dag Annelie. Hallo. Hoe is het mee? Ja, hartstikke goed. Ja. En goed geslapen. Ja, sterk. Ja, voor het eerst. Ik heb een tijdje in Utrecht gewerkt en toen heb ik veel interne patiënten verpleegd. En de oncologie trok me toen al. En toen dacht ik, als ik moet gaan specialiseren, intensive care is niks voor mij, het gaat allemaal te snel. De cardiologie, dat lijkt me ook doodeng. EBO ben ik geen type voor. Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor de oncologie. Nou, mensen zijn heel erg ziek. Dus er valt heel veel... Ja, je wilt toch een bijdrage leveren om het kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen wel een ernstige, die hebben en een ernstige ziekte. Tegelijkertijd is er wel van alles aan te doen. Er is veel ontwikkeling in die oncologie. Er veranderen heel veel. Dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren ook wel gezien. Heel veel veranderingen. Ja. En dat vond ik leuk. Dat vond ik leuk. Beetje hectiek. Maar tegelijkertijd ook, je hebt veel, nou ja, die mensen die hebben veel zorg nodig. Die zijn angstig. Die leveren je voordeel toch ook aan je over. Wij moeten van alles met die mensen. Dus het is verpleegkundig gezien ook veel aan te verhapstukken. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik van ik heb de goede herinneringen aan. Een hoop geleerd. Artsen in een andere rol gezien, want die komen je dan lesgeven en zo. Dat is altijd leuk. Mijn collega's in een andere rol gezien, want je krijgt ook les van je collega's. En toch weer op school zitten. En daar ook weer vriendschappen aan overhouden. En dat is erg leuk. Oh, ja. De kennis, verdieping in de kennis. Ik vond het erg leuk om artsen te ontmoeten die ook, waar ik mee werkte, die ook les gaven. Dus je hebt direct contact en dan kan je ook terugverwijzen naar de lessen. Ja, ik ga nog steeds, om de 3 maanden eten we 3 meiden uit die club. Die eten bij elkaar. Het leuke van de opleiding vind ik is dat het heel erg gecombineerd is met praktijk en theorie. Wat me nog bijstaat is dat je les kreeg van mensen die hier in het ziekenhuis werkten. Dat die mensen heel erg enthousiast waren. Dat je stage liep op allerlei afdelingen. Ik kwam dus van de interne afdeling, maar ik ging ineens stage lopen op chirurgie. Wat ik al jaren niet meer gedaan had. Op een KNO-afdeling en op een interne afdeling. Dus ja, het is heel breed. Je leert van alles over de oncologie waar ik nog nooit van gehoord had. Iedereen heeft kanker. Daar zijn ze ook heel duidelijk in. Dat wordt ook niet als eng beschouwd of als raar. Nee, je staat samen voor één zaak en je hoeft er niet geheimzinnig over te doen. Het is gewoon heel duidelijk. Als ik dat dan vergelijk met de buren, in het slotenvaartziekenhuis liggen natuurlijk ook kankerpatiënten. Maar het vergemakkelijkt de communicatie zo enorm als het alleen maar om die categorie patiënten gaat. In mijn vorige ziekenhuis werden met grote visite kopjes en schoteltjes klaargezet voor de artsen. En hier heette directeur gewoon Sjoerd. En gingen we bij hem thuis Sinterklaas vieren. Dat vond ik een groot verschil, want dat kwam in mijn vorige ziekenhuis niet voor. Ik denk het allergrootste verschil is dat we hier met een... als je dan spreekt over ons als beroepsgroep, met een groep verpleegkundigen werken die allemaal oncologieverpleegkundigen zijn. Dus die allemaal toch redelijke opleiding hebben gevolgd. Ook daar zit wel verschil in, maar de mensen hebben wel allemaal een opleiding gedaan.
zijn redelijk gemotiveerd. En dat merk je natuurlijk in het werk wat je doet. Er wordt heel veel gepraat. En ook heel veel gelachen. Maar vooral heel veel gepraat, ja. Maar het is ook heel duidelijk. Want je hoeft je niet af te vragen als iemand in de wachtkamer zit. Wat heeft hij? Iedereen heeft kanker. Daardoor komt er een open sfeer. En kom je heel snel echt to the point bij de patiënt. En dat vind ik een enorm voordeel van hier werken. Ja. Ik ben een stuk ouder, ik heb nu zelf kinderen. Dan raakt veel meer dingen je wel meer dan toen ik vroeger. Want dan ging ik ook rustig nog uit en ging stappen. Dat verandert ook omdat je zelf ook verandert. Maar natuurlijk neem je ook dingen mee naar huis. Het is zwaar, maar dat ik nou denk van... Nee, want anders zou ik er al niet sinds 1980, dus 24 jaar in werken. Nee. Het heeft zo'n ontzettende impact. Het heeft zo'n ontzettende impact, die ziekte. Niet zozeer alleen voor personen zelf, maar ook gewoon voor het hele systeem. En voor al die mensen thuis en voor familie. En nou, heeft ook invloed op ons, op ons werk. Zoals je als werker hier werkt, dat kan bijna niet zonder. Je kunt dat niet emotieloos doen. Ik vind het emotioneel wel zwaar. Maar doordat je het onderling een goede band hebt met elkaar, maakt het het toch makkelijker. Er zijn heel veel groepsbespreking, intervisie, momenten op de dag waarop je dingen kwijt kunt aan elkaar. En er worden ook hulptroepen, zeg maar, bijgeroepen als het te veel wordt. Dus dat zie ik veel meer bij vrouwelijke collega's die soms echt, nou ja, gewoon ook emotioneel betrokken worden bij patiënten. Ik hou altijd toch op de ene of andere manier een klein beetje afstand. Het is soms wel, als je bijvoorbeeld patiënten hebt waar je heel snel een band mee hebt. Waar je bijvoorbeeld herkenning vanuit de thuissituatie, in persoonlijkheid wat je aanspreekt. Dan is het soms wel heel erg lastig als je bedenkt dat de mensen binnen een korte tijd toch wel overlijden. Oh, ik heb een schrikkelijk Daar geniet ik hier heel erg van. De verpleegkundige heeft regie in handen. En het voorbeeld daarbij is van als je visite loopt. Ze hebben hier verschillende soorten visites met die artsen. Maar dan heb je de grote visite, dus dan loopt dus een hele... een heel stel loopt er. En dan ben jij degene die de patiënt introduceert. En jij bent degene die zeg maar alles vertelt en ook de patiënt vraagt of die nog wat te vragen heeft. En die krijg je dus. Je moet hem ook nemen. Want als je hem niet neemt, dan wordt hij ook weer zo van je afgepakt. En het is in het begin, dacht ik van, wat eng. Want dat kende ik niet. Maar ik moet zeggen, ik vind dit vind ik geweldig. En dat is fijn, omdat je dan ook een overzicht hebt en het totaalplaatje van de patiënt ziet. Dat je niet alleen maar de zuster bent die een injectie geeft, of alleen degene die een infuus geeft. Nee, jij ziet het hele plaatje. En daardoor heb je ook controle over de verblijfsduur. En je kan ook dingen aangeven. Als een arts zegt bijvoorbeeld, een patiënt kan naar huis en zeg je, ho, we zijn nog niet klaar, want we hebben nog dit en dit en dit op het programma. Zo werkt het bij mij wel, ja. Door de wisseling van diensten kan een patiënt op één dag soms 3, 4 verpleegkundigen aan zijn bed treffen. En juist omdat er een verpleegkundige is die de regiefunctie op zich neemt, zorgt die er eigenlijk voor dat gedurende het hele proces van opname, dat alles wel gestroomlijnd eigenlijk loopt. En daar heb je verantwoordelijkheid dan in. En het is heel prettig als die verpleegkundige dat enigszins stuurt en het hele zorgproces in zo'n zo'n periode dat zijn opgenomen. Hoe zou ik dat zeggen? Enigszins structuur geeft, want anders dan zou er geen structuur in zitten, denk ik. En voor mensen die mensen zijn in de war, zijn angstig en vinden het allemaal doodeng, dus die raken absoluut de kluts kwijt. Als niet één iemand dat goed in kaart brengt en houdt ook met name. Ja, daar zijn wij denk ik de centrale. We zijn er ook 24 uur per dag. Nou, er is bijna geen enkele dienst die er is 24 uur per dag. Wij zijn er altijd. Mooi is als mensen al heel lang kanker hebben, dan heb je het niet alleen over kanker. Dan ben je ook met hele andere dingen bezig. En dat willen ze ook, hè? Ze willen niet alleen over kanker praten. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel de vrolijke eend op de afdeling. En heel veel processen maak je ook samen mee. Dus van uitslagen van onderzoeken tot het trouwen bijvoorbeeld van kinderen van iemand. En waar je op terug kan komen. Dus je leert iemand heel goed kennen en diegene leert jou ook heel goed kennen. Op een IC liggen is al heel erg eng en doodsbedreigend, want dat is de reden dat je op de IC ligt. Dus ik
probeer er ook af en toe wel een vrolijke noot, een beetje lachen. Lachen is ook wel goed, is ook wel gezond. Ja. Ja. Zeker. Niet altijd, maar tijd is betrekkelijk. Dus ook wat je er zelf mee doet. Nou, ik heb ook het verschil gemerkt in een ander ziekenhuis. Dat je gewoon veel minder tijd hebt en heel veel dingen nog moet regelen. En waardoor je eigenlijk heel veel aan het regelen bent en de patiënt eigenlijk amper ziet. Mensen, als je dan patiënten zou vragen, zeggen nee, het is nooit genoeg tijd, want die willen altijd meer. Maar over het algemeen vind ik, heb je wel voldoende tijd. Ja, ja, dus als ik het dan ook weer afzet naar mijn ervaringen elders, dan denk ik van nou, dan hebben we hier eigenlijk nog niet zo te klaren. Een hele enkele keer, maar ik moet zeggen, ik vertel meer leuke anekdotes thuis dan de trieste dingen. Ja. Ja. Ik sta gelukkig in de file, dus dan ben je het onderweg al kwijt. Maar ik heb niet echt dat ik dat ik 's nachts wakker lig en dat ik denk van oh, wat erg. Laatst hadden we wel een jongen. Nou, en die neem je dan weer mee naar huis. Want dan denk je, oh jee, wat een rotziekte is het eigenlijk. Ik persoonlijk heb ik daarvoor gekozen en denk ik dat het gewoon een consequentie is van dit vak. Dat je dus af en toe mensen mee hebt die je mee naar huis neemt. Maar dat heb ik er wel voor over, want het biedt me ook weer heel veel mooie dingen. Ik neem het wel eens mee naar huis. Maar niet dat ik er niet mee om kan gaan. Zeker, ja. Dat is natuurlijk bijna niet denkbaar dat je dat niet doet. Natuurlijk zijn die patiënten ziek. En natuurlijk gebeuren er vreselijke dingen. Is soms erg triest. Maar dat maakt niet, daar kun je heel erg sip over doen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Dus wij hebben natuurlijk ook met elkaar ontzettend veel plezier. Ja. Er wordt gewoon heel veel gelachen. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja, zusters hebben bepaalde galgenhumor, lijkt het wel. Dat is iets om toch je ei kwijt te kunnen. Op de gangen, in de koffiekamer, maar ook met patiënten. En kijk, je bouwt wel natuurlijk een band op. Wel het laatste ook, toen zei iemand, goh, ben je net nieuw? Ik zei, ja, ben al een tijdje hier, maar ik had eerst een melkertbaan. En toen zat ik op de tram en toen had ik bij niemand aangereden. Dus toen mocht ik kiezen of bij parkeerbeheer of in het AVL. En toen schrokken ze, dachten ze, oh god, wat heb ik nou aan mijn bed staan? Maar het heeft wel geholpen. Ik zei, nee hoor, ik ben helemaal niet van parkeerbeheer. Maar soms is dat lekker om niet heel serieus en hè, dat... Ik bedoel, af en toe dan lig ik in de stuip. Ja. Ja, en dat vinden patiënten erg leuk als ze dat horen, hoor. Want ze horen ons natuurlijk ook wel eens zo lachen. Dat gaat niet zachtjes. Ja. Nee. Ja. Ja, het is ook een beetje wisselend per afdeling. En ook, ja, klik tussen collega's. Er had een patiënt een keertje een afspraak met de euthanasist. Maar ze bedoelde de anesthesist, dus ik vond hem erg leuk. Ja, anders was ik heel lang weg geweest, denk ik. We hebben eens een keer een patiënt gehad, die had een dwarslesie, die had een hele slechte prognose. En toen werkte we in het weekend en toen zeiden we van, nou, bent u ziekenfonds of particulier? Ja, ziekenfonds, nou, dan doen we het hele weekend niks, want we moeten bezuinigen. Nou, dat vond hij prachtig. Soms heb je ook enorme lachdagen, ja. Ja, en collega's onderling een keer goudvis in een katheterzak gehangen. En ja, ik vind het heel leuk werken hier. Je geniet bewuster, zeg maar, ja. Je doet gewoon wat je wil en je doet niet iets voor een ander, zeg maar. Ja, tuurlijk wel, maar je doet niet per se iets omdat een ander dat zou willen. Of je doet het gewoon echt bewuster. Ik heb bijvoorbeeld een Arabische man. En als hij wat aan zijn teen heeft, nou joh, lijn in last, moet de hele been eraf, je heel totale... Dus, en dan denk ik, ja, op mijn werk zijn zoveel ellende. Dan kan ik dat ook niet opbrengen thuis, om daar nog eens heel serieus een pleister op te doen. Ik heb veel meer van geniet nou maar van de dingen die je hebt. En ga niet te veel denken van, oh, als ik nou mijn pensioen heb, dan ga ik dat doen. Of probeer nu te genieten. Ik denk wel heel vaak, het zal mij niet gebeuren dat ik straks 65 ben en dan met pensioen en dan vervolgens hoor dat ik kanker heb. En dan vervolgens heel mijn leven de pleuren heb, gewerkt. Want er zijn een aantal mensen die in verhalen van kankerpatiënten die zeggen, want ik had nog zoveel dit en ik had nog zoveel dat. En dan is de tijd eigenlijk al voorbij. En dat zou ik eigenlijk zonde vinden als je tijd laat lopen, ja. Maakt wel dat ik soms denk van, mijn hemel zeg, wat ben ik blij dat me dat weer ontsprongen is. Dat denk ik wel heel vaak, ja. Dat hoef ik gelukkig ook niet mee te maken, wat heerlijk toch weer, ja. Ja.
om mensen te helpen. Gewoon te verzorgen, te ondersteunen, initiatief te nemen. Ook buiten de patiëntenzorg om, vind ik het leuk in werkgroepen te zitten. Ik zit ook in de reanimatiegroep, ik ben ook instructrice. Weet je, alles eromheen maakt het echt een heel leuk beroep. En later, toen ik hier ging werken, ja, het leek alsof ik onder een warme douche stond toen ik hier kwam werken. Want ik had gelijk vanaf de eerste dag dat ik hier rondliep zoiets van, waarom heb ik dat niet jaren eerder gedaan? Wat voor mij belangrijk is dat ik patiënten in een bepaald moment kan ondersteunen, kan bijstaan en vanuit mijn deskundigheid kan handelen. En dat er ook die deskundigheid ook gevraagd wordt. Het mooiste van het vak is de enorme diversiteit van mensen die je dagelijks ontmoet. Zeker op een dagbehandeling zie je heel veel mensen. Uit alle lagen van de bevolking met allemaal een eigen verhaal. En waarvan de meeste enorme levensdrang dat ondanks alle bijwerkingen van de kuren ze gewoon doorgaan. Dat is heel mooi, ja. En ik vond het mooiste voorbeeld wat ik altijd heb gehad. Mijn hele familie snapt niet wat ik hier doe en zeggen, belachelijk. Toen werd mijn zus ziek en toen had ze de ervaring. Toen zei ze, nou snap ik waarom jij daar werkt. En dat vond ik een heel leuk compliment. Het contact wat je hebt met de mensen. Het is gewoon echter, vind ik. Het omgaan met mensen. Dat vind ik echt het mooiste. En om er ook wat voor te kunnen betekenen. Mensen die bij ons komen zijn altijd bang. Ze zijn altijd bang om dood te gaan. Altijd, ten alle tijden. En wat ik het mooiste vind, dat ze komen en ze weten, ze kunnen niet praten. Ze zitten met tranen in hun ogen. Heb je een eerste gesprek. En vervolgens na een half uur zijn ze rustig en hebben ze overzicht over wat er gaat gebeuren. Tuurlijk, die operatie wordt er niet minder erg om. Maar je hebt ze wel kunnen geruststellen. Dat ze dankbaar zijn. Dat je door jouw bijdrage dat ze een stukje kwaliteit van leven hebben. We nemen je mee. Wij zullen een beetje voor je zorgen. En dat hebben mensen nodig. Mensen hebben een beetje bescherming nodig. Gewoon een beetje dat ze zich ingebed weten van, nou, ik ben hier op zijn plek en ik ga nog hele vreselijke dingen meemaken. En die moeten ze ook zelf meemaken, want dat kun je niet van ze overnemen. Maar ze voelen zich wel beschermd. Dus dat vind ik zelf een erg belangrijk aspect van mijn vak. Ja. Zal ik het licht uitdoen? Ja, doe het. Oké, prettige avond verder. Dag. Tot morgen.